Nee, ik zei al goed. Sta je al binnen? Oké, kom erbij. De techniek met de zak. Even heel erg belangrijk. Het allerbelangrijkste. Lekker gezegd. Deze techniek heet het ongenaamd. De ongenaamde. En het is heel belangrijk dat je deze techniek niet doorvertelt. Ook niet als je er heel veel geld voor krijgt. Ook niet als je daar heel veel reputatie voor krijgt. Ook niet doordat jij hem ergens in een andere Duitse stad gaat leren aan anderen alsof je hem zelf hebt bedacht. Ja. Dus dit is alleen voor de ingewijden die bij Lekkerner lessen afnemen en mag het mooi doorvertellen. En daar zit je op camera. Ja. Hij is een tour. Hij mag. Hij heeft het boek gekocht, dus dat is het oké. Hij heeft het net tijd gaan ingewijd. Oké. Wat we gaan doen, het begint weer hetzelfde als de netten. Dus wij vangen zo meteen weer een overhaal op met een verkeerde. Ze krijgen dus overhaal. Stap in, achter de voorstand. Deze gaat hier overheen, terwijl mijn linkerarm naar de elleboog gaat. Mijn mes laat ik vallen, die heb ik niet nodig. Pak je pols. Deze gaat omhoog, deze gaat omlaag. Belangrijk dat hier die hoek zit, want dan kan ik hem klemmen. Nu is de bedoeling dat dit stukje van de hand komt op de buitenkant van mijn arm terecht. Tegenstander moet naar voren en dan kan ik zo dit hierachter frommelen. Dan heb ik best wel een goede klem. Nu zijn er twee dingen die ik kan doen. Ding 1, ik ga in, ik pak dit been en ik heb iemand in het publiek staan, die komt in de zak. En op het moment dat ik nu een stapje naar voren doe, gaat zij die zak in. Zoals Lekkerner het zelf zegt, ik cast hem into the sack in the name of God. Ja, dat is één mogelijkheid die jullie hier hebben. Van tevoren eens even afspreken dat je iemand in het publiek hebt staan met een zak. Optie 2, als ik nog even moet wachten op zelf mijn vrienden met die zak zijn veel te laat, dan kan ik het vangen. Dan krijg ik een overhang. Ik vang hem weer op dezelfde manier. Dit stuk is van identiek. Deze is omhoog, deze laat ik vallen. Deze komt bedenken. En nu ga ik er niet achter staan. Ik ga naar voren staan, gaan we even die kant op schuiven. Ik kan nu gewoon naar beneden. En mijn tegenstander gaat gewoon mee. En daar kan ik er best wel relaxed bij zitten. Op dit moment zou het fijn zijn als iemand een. Heeft iemand een telefoonspelletje? Zo doen we gewoon een moderne. Bier. Bier? We moeten hem even wat lager. Zo. Ja, maar wat top, ik mag ook bier. Ja, dit is helemaal goed. Ik heb een rietje. Oh, ja. Dus ik kan nu backgammon gaan spelen. Dat zou kunnen. Oh, ja. Ik kan ook voor het amusement kan ik mijn tegenstander een mes geven. Pak maar. 183 kan ik even laten zien. Ik kan ook, zoals lekker gezegd, om wat eten of wat drinken vragen, of spelletjes spelen. Je ziet het een beetje, je ziet het backgammonbord liggen, je ziet de ander met het mes in zijn hand. Ik zit hier heel comfortabel, dus ik kan wel even wachten tot mijn vriendin op de zak komt. Je moet een van het proberen te steken, toch? Huh? Nee, Max, ik hoef niet te steken. Ja, dat kan, ik kan proberen te steken. Kan ik proberen, of het niet zo lekker? Ben je comfortabel? Ja. Dan wat je gaat doen. Nou ja, niks eigenlijk. Ja, dan oké. Okay. Ja, dit is ze kan niet omhoog. Lekkerner zegt zelf, ja, de ander moet gewoon blijven liggen rotten. Totdat ik zin heb om op te staan. En ja, het is geen hele oncomfortabele klem om in te zijn. Maar pas wel echt op. Want hij zit echt op mijn schouder. Ik kan hem oprecht niks. Het is heel belangrijk dat zometeen als je de klem ondergaat, werk gewoon mee. Ja, ik kan nu inderdaad heel hard gaan proberen om hem inderdaad toch te steken. Maar daarmee heb ik alleen maar kans dat ik mijn schouder uit de kom. Ja. Dus. Je bedoelt als je die tolk sowieso doet?
Nee, als ze de klem aanleggen. Want de ei zit in de knel, dus ik kan die kant niet op. Oh, je zat zo helemaal vast. En ik kan fysiek ook niet zo denken, ik kan dat doen, maar dat gaat dus nu niet. Want hier zit echt, er zit serieus een klem op die schouder. En we doen wel vaker klemmen aanleggen. Maar een klem als deze gebruiken wij niet vaak, dus weet je wel. Dus als het echt niet een serieuze klem is en doe je dit te wild, ben je niet voorzichtig genoeg, dan hebben we echt schouderblessures. Doe dus heel voorzichtig. Doe even heel lief. Ja. Als je hem ondergaat, werk gewoon. Dan komt het allemaal. Nog één keertje voor hem? Ja, dat je me vertelt. We beginnen met even vanaf dat we de mensen net hebben laten gaan. Mag ik moeten even klemmen? Ja, dus ik heb het mes laten vallen. Ik zeg, deze gaat omhoog, deze gaat omlaag. Dus pak hem hier vast. Daar. Vervolgens komt de buitenkant van de hand. En de buitenkant van mijn hand. Mijn voet erachter. Als ik naar deze wil om te tillen. En zak. Het idee is nu, als ik met mijn linkervoet voorbij haar linkervoet stap, dan valt ze. Wees daar ook even, dat je dat even in de gaten houdt. Dat je gooit iemand zo op. En dan dus ook even opletten dat je op dat moment wel echt die klem loslaat. Loslaat, gewoon naar buiten klappen. Want als ik nu val, dan... Dan gaat het niet goed. Dus zorg ervoor dat deze voet niet erachter komt, tenzij iemand echt pijn. Ja? De andere optie is dus, gaat de voet ervoor en dan ga je gewoon heel langzaam naar beneden. Dan op je billen zitten en dan kom je uiteindelijk op. Is de ander nou heel sterk, dan kun je met deze hand op de schouder duwen om de tegenstander naar beneden te krijgen. Dat is ook nog een optie. Als een of andere grote kerel naar beneden wil werken, deze erbij. En dan gaat eigenlijk bijna iedereen al neer. Yes? Oké. Have fun. Misschien handig, groepjes van drie, want er zijn zakken. Dus iemand moet met de zak komen en... Iemand moet met een flesje drinken komen als je op de grond zit. Dat is wel belangrijk voor de techniek. Of met een backgammonboard die we dan niet hebben. Ja. Dus doe deze met z'n drieën of vieren. Pak een mat. Degene die de klem ondergaat, begint op de mat. En die komt eigenlijk de mat niet aan. Dus de overhouder komt met de over op de mat staan. En vanaf daar naar beneden als je de klem ondergaat. Duidelijk? Maak groepjes. Pak een mat. Pak een zak. Wat? Kun je hem zak.